Het VN Kinderrechtenverdrag bestaat vandaag 35 jaar. Aangenomen op 20 november 1989 is dit verdrag het meest universeel geratificeerde in de geschiedenis. In totaal hebben 196 landen zich gecommitteerd aan de bescherming van de rechten van kinderen. Het doel van het verdrag is kinderen te beschermen tegen misbruik, uitbuiting en armoede en te garanderen dat zij toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving. Desondanks staan kinderrechten wereldwijd onder druk door oorlog, economische crisis en klimaatverandering. Organisaties roepen regeringen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en kinderen beter te beschermen. UNICEF waarschuwt dat bijna 1 miljard kinderen risico lopen op extreme tegenslagen. Tijdens een viering van UNICEF op 5 november in verband met deze dag benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi het belang van het betrekken van de stem van kinderen in besluitvormingsprocessen. Maar hoeveel stem hebben jullie? Hoeveel stem hebben jullie bij klimaatverandering? Wie luistert naar jullie? Wie luistert naar jullie ideeën? Niemand! Hier moet er ook gevochten worden dat kinderen hun stem moeten laten, omdat zij beschermd moeten worden in de toekomst. Zij gaan de directe slachtoffers worden van klimaatverandering. Er is veel wat moet gebeuren. Bijzonder belangrijk op deze dag om aan te geven dat kinderen volwaardige burgers zijn van onze samenleving. Dezelfde rechten en bevoegdheden hebben, zeker vanaf 18e jaar, dat ze gehoord moeten worden, dat ze begeleid moeten worden, dat ze toegang moeten hebben tot onderwijs, ongeacht waar je woonachtig bent, dat ze toegang moeten hebben tot volksgezondheid, ongeacht waar je woonachtig bent. Het jubileum van het verdrag is een moment om stil te staan bij de bereikte vooruitgang en de uitdagingen die nog voor ons liggen. Kinderen zijn de toekomst en hebben recht op een veilige en waardige levensstandaard.